Ja. Staat de microfoon op? Ik heb niet de Ja. In de techniek? Ja. Nou, daar ging mijn entree, zeg. Zonder geluid. Heb ik weer. Jongen. Nou, hallo iedereen. Goedenavond. En welkom terug in de Rode Hoed. Ja, toch? Welkom bij de vierde aflevering alweer van de geschiedenisles die je nooit gehad hebt. En in die les is er zoveel te leren. Het is een les over die andere helft. Simpelweg omdat alles twee of meer helften heeft. Mijn naam, voor de mensen die hardleers zijn. Aldit Hunkar. Niet Aldit Hunker. Echt, die ben ik zat. Mijn titel is Global Freestyle Multimedia Journalist, maar dat duurt een eeuwigheid voor ik dat op het bord heb. Dus dat leg ik gewoon even uit. In het gewone leven ben ik dagvoorzitter, debatleider, leider van moeilijke gesprekken en presentator van avonden als deze heerlijke, heerlijke avond. En ik vind het zo leuk dat jullie weer zijn, want vorig jaar stonden we met een man of wat zal het zijn, 10... in Felix Meritus toen, online. Het was wel een hele leuke uitzending. Zoek hem nog eens een keer op YouTube. Want dat was echt heel bijzonder. We hebben gedanst. We hebben met onze billen geschud. Het was een groot feest. Maar heel fijn dat jullie er weer zijn. Het gaat dus vanavond over geschiedenis. Want anders noem je het niet de geschiedenisles die je nooit gehad hebt. Maar voor de verandering gaat het dus een keertje niet over de heldendaden en de prestaties van mannen, want die kennen we zo langzamerhand. In ieder geval, we kunnen ze vinden. Hè? Sla maar een geschiedenisboek open. En het gaat over mannen. Ze hebben geweldige dingen gedaan, maar niet als enige. Niet als enige. Het gaat dus vandaag ook over de vrouwen die we nergens terugvinden, terwijl ze toch echt wel een prominente plaats verdienen in onze geschiedenisboeken en onze geschiedenislessen. En deze vierde editie is een speciale editie. Het is de queer editie. Daar ga ik jullie straks alles over vertellen. Maar wat ik wel kan verklappen alvast, is dat je, als je vanavond weer naar huis gaat, heel veel meer weet over Frida Belinfante, over de geschiedenis van queer en over het werk van Joan Werners. Dat is een belofte die ik jullie nu doe. Het wordt dus weer een hele gevarieerde avond. En zijn er mensen die al eens eerder naar zo'n avond zijn geweest, de geschiedenisavond? Ja, oh, best wel veel. Hi guys, fijn dat jullie er weer zijn. Maar dan weten jullie dat zo'n avond niet compleet is als we niet beginnen met een quiz. Een quiz om te testen wat je nou eigenlijk weet van die verborgen geschiedenis, die weggestopte geschiedenis, die onder de modder geschoven geschiedenis van vrouwen. Dus de bedoeling is dat we gaan onderzoeken wat jullie weten en wat niet. En je hoeft niet echt te zweten, want het is multiple choice. Anybody can do that. Echt, iedereen kan dat. En er zijn ook mensen die thuis meekijken. Hi mam, hi andere mensen. Maar dit jaar kunnen jullie helaas niet meedoen. Ja, had je een kaartje moeten kopen, had je maar hier moeten zitten. Want dat is het nieuwe normaal. Mensen in de zaal hebben net iets meer rechten dan de mensen die buiten zitten te kijken. Maar je kunt natuurlijk gewoon voor jezelf meedoen, hè, om jezelf een schouderklopje te geven en niemand die controleert of je ze wel of niet allemaal goed had. Hoe dan ook, veel plezier. De spelregels zijn simpel. Als je een keuze maakt, ik geef straks A of B keuzes. Als je vindt dat het A is en je bent ertoe in staat, dan ga je staan. Als je vindt dat het B is, dan blijf je zitten en dan weten we gewoon precies wie het wel of niet goed had. Ja? Niks te invullen en het opsturen of mailen naar iemand. Nee, gewoon live hier fysiek. Dus ik blijf het gewoon roepen, daar hoef je ook niet na te denken. Ik zeg wel waar je bij moet staan en waar je bij moet gaan zitten. Zijn jullie zover? Een beetje enthousiasme graag. Ik ben hier ook gekomen. Ja, top. Super. Vraag 1. Het kunstenaarsverzet pleegde in de nacht van 27 maart 1943 een aanslag op het bevolkingsregister om zoveel mogelijk gegevens van Amsterdamse Joden te proberen te vernietigen. Ook Frida Belinfante was daarbij betrokken.
Na de aanslag ging Frida Billenfantig verkleed als man, zodat de nazi's haar niet zouden herkennen. Hoe kreeg ze door dat haar vermomming wel echt heel goed werkte? Ga staan als je denkt dat het antwoord A is. Haar eigen moeder herkende haar niet toen ze voorbij liep op straat. Of blijf zitten wanneer je denkt, ze werd op het centraal station weggestuurd bij het vrouwentoilet. Ga staan als je denkt dat het de moeder was. Blijf zitten als je denkt dat ze het vrouwentoilet niet inkwam. Prima, prima. De mensen die staan hebben gelijk. Ja, niet meteen geroezemoes, mensen. Niet meteen geroezemoes. Het kunstenaarsverzet werd na de aanslag namelijk verraden en veel leden van de groep werden opgepakt. Frida moest onderduiken en besloot zich dus te vermommen. En dat deed ze dus zo goed dat haar moeder haar straal voorbij liep. Nou, mijn moeder zou mij echt wel herkennen. Vraag 2, en dan ga ik even citeren op hopelijk poëtische wijze. Zachtjes bijten mijn witte tanden in jouw handen. Mijn roze tong krult uit mijn mond op jouw zwarte huid. Likt op jouw vocht. De smaak van piña colada. Mijn gezicht nestelt tussen jouw benen. De geur van nanga en papaya. Vandaag baat ik mij niet. Nou, dit gedicht verscheen in de debuutroman van auteur Joan Werners, die bekend zou worden als de eerste lesbisch-feministische roman in de Surinaamse letteren. Wat een titel om te hebben. En toch, hoe heette dat boek? Was dat A, en ga dan staan, Droomhuid? Of was dat B, Gesponnen suiker? Staan bij Droomhuid, zitten bij Gesponnen suiker. Ja, het is een beetje 50-50-achtig. Beetje 50, nou, ietsje meer A zie ik. Vooruit, jullie hebben het goed, de mensen die staan. Ja, ik zie echt opluchting in de zaal. Leuk. Dat was namelijk het boek waarmee Joan Werners in 1987 vrouwelijke homoseksualiteit introduceerde in de Surinaamse literatuur. Het is een autobiografische roman waarin gedichten verweven zijn. En waarom ze dat doet, ja, dat bespreek ik straks met haar, want Joan Werners is hier. En in het boek fantaseert ze over Ilundi, de eerste zwarte vrouw op wie ze verliefd was. En Gesponnen suiker, weet iemand het nog van wie dat nou eigenlijk was? Wolkers. En in welk jaar? Dan heb je echt 10 punten. Het is dat het hier staat, anders wist ik het ook niet. 1963. Oh, mensen wisten het. Applaus voor jezelf. Vraag 3. Vraag 3. Atlete Caster Semenya uit Zuid-Afrika werd 2 keer Olympisch kampioen en veroverde 3 wereldtitels op de 800 meter. Naast deze topprestaties is Semenya's kracht een veelvuldig onderwerp van gesprek. Ad nauseam, kunnen we wel zeggen. Ze zou te sterk zijn, te snel en vooral te mannelijk. En ze moest in 2009 een geslachtstest doen, wat voor echt heel veel opschudding zorgde. Zeer terecht, lijkt mij zo. De discussie over interseksen in de sport is niet nieuw. Welke Nederlandse topatleet moest in het verleden ook verplicht een geslachtstest doen, maar weigerde om dat te doen? Was dat A, en ga dan staan, Elle van Lange? Of was het B, Foekje Dillema? En dan blijf je zitten. Staan bij Ellen van Lange en zitten bij Foekje Dillema. Echt helemaal niemand ging staan? Oh, daar staan een paar. Maar jullie hadden het wel fout. Foekje, die leefde van 1926 tot 2007 en was een Nederlandse sprinter op de 100 en de 200 meter. En in 1950 werd ze permanent geschorst door de Nederlandse something, atletendinges, dat heb ik gewoon niet opgeschreven, dus ik weet het niet meer. En omdat ze dus die geslachtstest had geweigerd. En ze werd geboren met de intersexe conditie.
en was waarschijnlijk niet door die keuring gekomen. Nou, ze moest haar sportcarrière opgeven en heeft het nooit meer over dat onderwerp gesproken. Kun je nagaan? Pas na haar dood heeft de KNAU, dus dat is die bond, excuses aangeboden aan de nabestaanden. Alsof Dillema daar zelf nog wat aan had. En ook dus nog voor het feit dat de Unie haar werkelijk als een baksteen heeft laten vallen op het moment dat dit zich afspeelde. Foekje Dillema, mogen haar naam blijven klinken in onze oren. Vraag 4. Gaat het lekker, mensen? Eerlijk zeggen, hand in de lucht als je tot nu toe alles goed had. Zo zeg, patsers. Goed zo, stuk of 10, 12, misschien wel 15. Prima, prima. Vraag 4. Transgenderpionier Aisha Bergamin werd in de jaren 70 geregeld lastiggevallen door de politie. Een APV, een algemene plaatselijke verordening, verbood het zich in het openbaar vertonen in kleding van de andere kunnen. Nou, daar ga ik. De politie viel daarom geregeld transseksuele prostituees lastig en de vrouwen werden vernederd en bespot. Op welke wet beriepen Amsterdamse agenten zich om Aisha het leven zo zuur te maken? Was dat A, en dan ga je staan, een wet uit de tijd van Napoleon? Of was dat B, dan blijf je zitten, een wet uit 1911 die seksuele contacten met iemand van hetzelfde geslacht onder de 21 jaar bestrafte? A, Napoleon, B, dat andere ding. Nou, overweldigend kiezen jullie voor A. En jullie hebben gelijk. Jee, jullie hebben gelijk. Aisha Bergamin ging in de jaren 50 in Amsterdam aan de slag als prostituee en later als hoerenmadam. Wat echter niet zonder slag of stoot ging. Dus van die APV, die tijd van Napoleon, was dus genoeg aanleiding voor de politie om haar werkelijk het leven compleet zuur te maken. Haar en andere transseksuele prostituees. Verschillende vriendinnen van Bergamin raakten psychisch zo in de knel dat ze zelfmoord hebben gepleegd. En pas met Bergamins geslachtswijziging in het paspoort kwam er voor haar eindelijk een beetje rust en een einde aan de politieterreur. Ja, sommige dingen zijn van alle tijden. Dit is er eentje van. Deze vraag is trouwens ook voor de mensen die zo eerder hun hand opstaken dat ze hier al eens eerder waren geweest. Die moesten het goed hebben, want deze vraag is al een keer eerder gesteld in 2018 in de geschiedenisles die je toen nog nooit had gehad. En deze vraag had je dus wel al een keer gehad. Oké. Vraag 5, de laatste vraag. Let goed op. Hou de focus, hè? We zijn in een ouderwetse klas. We letten gewoon op als de juf spreekt hier. Wat zeg ik? Maar het werkt wel, hè? Oké, goed. Vraag 5. In 1984 richtten 6 vrouwelijke automonteurs een garagebedrijf op in een kraakpand in de Amsterdamse Jordaan. Nou, dit lijkt me gewoon een eerste zin van een geweldige roman, maar het is echt gebeurd. Het uitgangspunt was een werkplaats waar vrouwen een cursusreeks autotechniek konden volgen die speciaal op vrouwen was gericht. Hoe heette dat autobedrijf? Ga staan als je denkt A, Bumperboops, of B, Knalpot. Dan blijf je zitten. A, ga staan, Bumperboops. Of B, Knalpot. En dan blijf je zitten. Ja, de wens is de vader van de gedachte. Het was toch echt Knalpot. Maar fijn dat je ging staan. Echt heel fijn. Het succes trouwens van die vrouwenwerkplaats groeide gestaag. En in 1987 brachten monteuses Annemieke Pels en Rita Verpalen het boek Van Bumper tot Bumper, autosleutelboek voor vrouwen uit. En nog meer vrouwen gingen helemaal aan de slag met auto's. Het werd eigenlijk bijna een soort garage. Helaas heeft de garage maar 5 jaar bestaan, tot 1989. Maar dat had je ook zelf kunnen uitrekenen. Maar Knalpot heeft autotechniek wel toegankelijk gemaakt voor vrouwen. En tegenwoordig in mijn garage loopt er ook gewoon een vrouw rond. En die weet ook van de moertjes en de schroefjes. En die weet ook wat ze moet doen als ik zeg, moet je eens luisteren, mijn versnellingsbak, die moet even goed onder handen genomen worden. Dus het heeft gewerkt, met dank aan deze vrouwen die dit op de kaart hebben gezet.
Tot zover de quiz. Hebben jullie er wat van opgestoken? Of denk je weer van, nou ja, over 2 jaar stelt ze die vraag en dan weet ik het weer niet? Nee toch? Dan weten jullie het wel. Goed, we gaan even door met het programma. Even kort bijpraten met de organisatoren van deze hele leuke avond elk jaar. Agnes Kremers, Mark Bersma, kom op het podium. Mijn hemel, je doet dat echt op die hakken, Mark. Ik vind het geweldig. Eerst aan jou, Agnes. Punt 1, gefeliciteerd. Moet je kijken hoe dat er weer uitziet. Geweldig. Leuk, hè? Ja. Super. Waarom een queer editie? Ja, we dachten het is de 4e editie, dus we moeten het toch even anders doen. En we zijn de afgelopen maanden, eigenlijk jaar inmiddels wel, hebben we ons verder verdiept in de queergeschiedenis, Nederlands queergeschiedenis. En kwamen daar echt fantastische verhalen tegen die je net eigenlijk ook in de quiz eigenlijk al presenteerde. En we dachten, die verhalen hebben een podium nodig. En we hebben letterlijk een podium, eens per jaar. Dus daarom staan we hier nu met de queer editie. Ik ben het met je eens, het werd ook tijd. En Mark, dit is dan een samenwerking, want F-Site organiseert dit normaal gesproken. Jullie hebben ook die website waar alle vrouwen die worden besproken in de geschiedenisles keurig op een rijtje staan. Mooie podcasts maken jullie. Maar deze avond specifiek hebben jullie gedaan samen met With Pride. Wat is dat? Ja, we maken eigenlijk een soort bijna altijd platforms, lijkt het nu. We hebben samen met ILIA LGBT Heritage hebben With Pride ontwikkeld. En dat is een nieuw platform waar we allemaal verhalen over de queer geschiedenis op hebben gezet. Omdat ILIA is het grootste archief van Europa die geschiedenis heeft in huis. En wil dat heel graag toegankelijk ook maken voor het grote publiek. Dus op een zo toegankelijk mogelijke manier. Precies. Die je hier ook ziet. Ja, withpride.nl. .ilia.nl, maar dat gaan we nog even. Dat gaan we ergens. Gaan we nog zeggen. Google het, mensen. Ja. With Pride, hoe moeilijk kan het zijn? Ja. We gaan het ook steeds aanvullen, dus dit is een begin. We zijn met 100 verhalen begonnen. Ja. De F-site natuurlijk ooit met 50 zijn begonnen. Dit met 100. En we willen eigenlijk, omdat we de tijd en ruimte willen nemen om die geschiedenis ook echt. Want het was er niet onderbelicht, willen we daar gewoon genoeg tijd voor nemen om die voor daglicht te halen. Supergoed, fantastisch. Dank jullie wel, veel plezier vanavond. It's out of your hands. Laat het lekker gaan en geniet er zelf van. Zo, juf Aldit is ook best wel moe nu, dus ik mag ook gaan zitten. Kunnen jullie me nog zien? Ja, toch? Ja, die kunnen we best zien. Goed, het is tijd voor de colleges. En de eerste wordt gegeven door een vrouw met een werkelijk enorme staat van dienst. Ze werkte jarenlang voor spraakmakende VARA-programma's op radio en televisie. Maar ze is ook documentairemaker en ze is ook auteur. Denk bijvoorbeeld maar aan haar samenwerking met Hendrina Praamsma. Het boek Herinneringen aan Srebrenica, weten we dat nog? Hebben we het gelezen? Doodse stilte weer hier. Een keertje aanschaffen, een keertje lezen. Haar nieuwste boek heet... thema dat volgens mij elke dag kan. Je mag wel bang zijn, maar niet laf. Je mag wel bang zijn, maar niet laf. Als dat de levensles is, zou ik zeggen, knopen mee je oren. En in 2016 verscheen van haar hand een schitterend vergeten leven. En dat ging over de strijdlustige Frida Belinfante, waar het in de quiz al eerder over ging. Nu haar hele verhaal in een mini-masterclass. Applaus voor Tony Bouwmans. Moet ik meteen van start nu? Gewoon meteen van start. Ben ik te verstaan? Oké. Frida Belinfante. Even proberen of dit werkt. Ja. Dit is de moeder van Frida. De kokette middenstandsdochter uit Amsterdam. Georgine Hesse. Niet Joods. De vader van Frida was wel Joods. Dat was Arie Belinfante. Concertpianist en directeur van de muziekschool. Moeder Georgine had gehoopt toen Frida werd geboren, haar derde kind, dat het een jongen zou zijn. Nou, dat gebeurde niet. Frida werd geboren, een meisje. En later zegt ze zelf, mijn moeder hoopte op een jongen. Ik heb veel kwaliteiten van een jongen, maar, bijna spijtig, ik was een meisje. Ze zit ook hier
Zoals jullie kunnen zien, bedolven onder de krullen en de pijpenkrullen en de strikken en de kanten jurkjes. Waar ze later zo'n ontzettende hekel aan had. Maar het was een schattig kind, dus vandaar dat moeder heeft... Ze is helemaal rechts, hè, Frida? Het kleine, schattige meisje. Ik moet even kijken of dit werkt. Ja. Ze groeide op. Een levenslustig, innemend kind. Jongensachtig. Ze durfde op de tram, de rijdende elektrische tram, te springen in Amsterdam. Ze rent dan naast de tram tot ze dezelfde snelheid heeft, grijpt zich vast en springt aan boord. De jongens waren helemaal flabbergasted dat zij dat durfde, want die durfde dat niet. De kinderen blijven bij Arie. De kinderen blijven bij moeder als Arie en Georgine gaan scheiden. Het is een hele verandering in het gezin en ook een verandering in het hoofd van Frida. Die heeft het gevoel dat ze op eigen benen staat en wordt zo'n beetje in huis de kleine zelfstandige. Ze vertelde, ik ging weg en dan zei ik tegen mijn moeder niet waar ik naartoe ging, maar dat ik wegging. En moeder vroeg ook verder niks. De kinderen hebben muziekles, want Arie wilde dat ze allemaal een instrument leerden. En besloot dat Frida cello moet spelen. Ze heeft kleine handen, moeite met de techniek, maar ze was zo ontzettend verknocht aan het instrument. De toon van de cello, ze beschouwde het als de toon van menselijke stem. En ze had toen, dit is een beetje de kleding van Frida, daarom heet het de stijl. Ze had toen van de ingetogen cello-speelsters jurkjes aan. Want dat hoorde toen in die tijd niet al te uitbundig. Hier heeft ze een strik, nog wel. Maar het werd een vrolijke tiener. Ze was bijna altijd al verliefd op de meisjes in haar klas. Maar toen ze een blinde darmontsteking kreeg en in het ziekenhuis terecht kwam, werd ze verliefd, stapelverliefd op de verpleegster die haar verzorgde. Toen heeft ze gedacht, ik ben anders. Een verwarrende ontdekking voor de meeste vrouwen of meisjes in die tijd, die dan soms daar ook onder gebukt gaan onder die ontdekking. Maar Frida ging er niet onder gebukt. Die is eigenzinnig en zelfbewust. En vertoont eigenlijk, kun je zeggen, een vanzelfsprekende nonchalance. Ik ben anders, het zij zo. En op die manier was ze ook een beetje ongrijpbaar voor het oordeel van de omgeving. De ouders van haar waren gelukkig niet bekrompen. Die hebben nooit gezegd, je zult wel trouwen. Die hebben gezegd, je moet een vak leren. Want trouwen, dat zien we wel. Als het niet gaat, dan is het ook goed. Dus het was voor haar helemaal niet zo benauwend om te ontdekken dat ze anders was dan de meisjes. Als ze 16 is, knipt ze haar lange haren af en ontmoet ze op haar 17e Henriette Bosmans. Henriette Bosmans was een bekende vrouw rond en in het concertgebouw. Pianiste, componiste, een opvallende verschijning. En Frida wordt verliefd op haar en Henriette verliefd op Frida. Henriette is 9 jaar ouder, de relatie duurt 7 jaar, maar Frida is in die relatie de doene. Ze zorgt voor het huishouden, neemt initiatieven, regelt de zakelijke beslommeringen, schrijft de programmateksten voor Henriette. Frida eist niks en Henriette laat zich haar liefde en zorg graag welgevallen. Een collega van Jetty, pianiste Emmy Frenzel-Wegener, schrijft in een brief, doe het jongetje van je, Frida, de groeten. Dus Frida zal er in die tijd ook wel een beetje jongensachtig uitgezien hebben. Want ze hield in ieder geval van stropdasjes. En die heeft ze later ook altijd gewoon bij zich gehouden. Ze speelt met Jetty in een kamerorkest. En daar zit ook Jo Veldkamp in, een fluitist. Hele goede vriend van Frida geworden. Konden goed samen optrekken, een mooie vriendschap. Maar Jo zei op een bepaald moment van, je moet ophouden met Jetty, want je slooft je uit voor haar en er komt niks terug. Je moet weer meer werk maken van je eigen talent als muzikus. En Jo wilde meer, die wilde met haar trouwen. Nou, Frida dacht, dan doen we dat maar, want heel veel vrouwen trouwden. En ze werd, noemde zich ook, ja, het ziet er niet erg gelukkig uit natuurlijk. Ja, ze noemde zich in die tijd ook Frida Veldkamp Bellinfante. En ze droeg ook van die damesjurkjes toen. Dacht ze van, ik moet toch een beetje optreden als de vrouw des huizes. En dat is toch wel zoals het hoort als getrouwde vrouw.
Nou, het huwelijk duurde niet lang. Het was ongelukkig huwelijk, maar Jo Veldkamp heeft haar wel ertoe aangezet om inderdaad muzikus te worden. De muzikus die ze eigenlijk wilde zijn. Dus hij stimuleerde haar, hij gaf haar adviezen. En ja, ze was blij dat hij dat gedaan had. Dat had Henriette Bosmans, heeft dat nooit gedaan bij haar. Nou, toen na de scheiding kwam ze uit de kast, kun je zeggen. Want ze reed een auto. Ze was een van de eerste vrouwen in Amsterdam die een auto had, die een rijbewijs had. Ze kleedde zich met een stropdas. Dat is voor mij, ik heb veel foto's van haar gezien, maar die stropdas is een soort eikpunt. Als ze de stropdas om had, dan was ze gelukkig, heb ik de indruk. Dus hier had ze het gevoel van, ik ben nu wat ik wil zijn. Dus een stapje verder, in de periode ging ze ook dirigeren. De cello vond ze mooi, maar ze ontdekte dat ze kon dirigeren. Eerst met een jeugdorkest, een schoolorkest, toen met het koor van de Amsterdamse studentenvereniging, toen met het Zweelinkorkest en later had ze uiteindelijk haar eigen klein orkest, een kamerorkest en had ze een serie concerten in het concertgebouw met veel succes, want ze had dus heel veel ja, goede recensies uit die tijd. En hier haar kleding. Vrouwen in die tijd in pantalons, die zag je bijna niet. Die hadden veel bekijks. En Frida, die durfde dat. Die draagt hier dat Marlene Dietrich pak, want eind jaren 30 in Berlijn opgevoerd werd als een soort iconisch pak. En ze noemde het zelf, dat is iets mooi mannelijks. En dat vond ze heerlijk om te dragen. Ze was dirigente en ze laat een fotograaf een mooi androgyn portret maken. Het is bijna een statement, zo van vrouwen dirigeren niet. Dat was ook niet zo, vrouwen dirigeerden niet, maar Frida Belinfante wel. Dus op die manier wilden ze dat ja, naar buiten brengen. Deze foto hebben jullie gezien, het begin van de oorlog. Na de inval van de Duitsers ontbindt ze haar orkest, terwijl ze net op gang was als dirigente. Maar ze wil niet meemaken dat de Joodse muzici ontslagen moeten worden, dat ze geen werk meer mag uitvoeren van Joodse componisten en dat stap voor stap de Joodse mensen worden buitengesloten. Met kunstenaarsvrienden gaat ze paspoorten, valse persoonsbewijzen namaken, voedselbonnen en zorgt ze voor onderduikadressen. En als in 1942 de Nationaal Socialistische Cultuurkamer wordt ingesteld, mogen kunstenaars die geen lid willen worden niet meer werken. En wordt er een fonds opgericht om die kunstenaars financieel en moreel te ondersteunen. Frida zit in die club en zorgt voor de muzici. Terwijl het vervalsen van persoonsbewijzen gewoon doorgaat. Dit gaat een stapje verder. Dat is het bevolkingsregister aanslag. In 1943, het kunstenaarsverzet vernielt het register en een spectaculaire geweldloze actie waar Frida bij betrokken was. De groep wordt verraden en Frida weet de dans te ontspringen, duikt onder en noemt zich voortaan Hans Kroon en gaat in deze outfit, de vermomming, gaat ze verder met haar werk met de onderduikers en de kunstenaars. Dat was, haar moeder herkende haar zo ook helemaal niet. Ze had zelf het gevoel dat ze totaal onherkenbaar was, ook voor de nazi's. Maar er is nog niet zo lang geleden, heb ik die foto niet, opgedoken in het archief, Amsterdam Stadsarchief. Een foto wordt gezocht, gemaakt door de Nederlandse politie, waarin deze foto van Frida te zien is. Dus ze werd wel herkend door de nazi's. Ze vlucht naar Zwitserland en als ze terugkomt, dan vindt ze het hier een ontzettende tuttige situatie. Het lijkt net alsof de preutsheid van de jaren 30 weggevaagd is en weer de ouderwetse rangen en standen en vrouwen- en mannensamenleving aan de hand is. Kan ook niet meer aan de slag als dirigente, want ze solliciteert wel bij de AVRO, waar ze het orkest af en toe dirigeerde. Maar toen ze solliciteerde, zei de chef van de AVRO, nee Frida, geen vrouw. Toen had ze het gevoel van ik hoor hier niet meer en ze ging naar Amerika waar ze met een vriendin en een klein autootje het hele land doorreesde. Het was niet alleen een fysieke, maar ook een psychische immigratie. Ze ging weg en ze kwam eigenlijk nooit meer terug. De oorlog werd uit haar leven verbannen en na een reis in een kleine auto door Amerika belandt ze in Californië. Daar gaat ze weer dirigeren met Hollywood-muzici.
Die Hollywood studios hadden toen heel veel werk en heel veel muzici, professionele muzici in dienst. Muzici die vaak uit Europa kwamen en een professionele opleiding hadden. En die snakten om eens een keer een symfonie te spelen, want dat deden ze niet voor die filmmuziek. Dus Frida dirigeerde toen een orkest van muzici. Steeds meer succes, steeds meer succes. En uiteindelijk formeert ze haar eigen symfonieorkest, het Orange County Philharmonic Orchestra. Dat is dus een goed B-orkest, kun je zeggen. Want de Los Angeles Philharmonic zat daar vlakbij. En zij waren een soort concurrenten van de Los Angeles Philharmonic. En Frida, geen stropdas, geen pantalons, geen broeken, maar een avondjurk. Daar dirigeerde ze in, onder het motto van ik wil graag dirigeren en moet dat in een avondjurk, dan trek ik een avondjurk aan. Je kunt zeggen, ze was pragmatisch in die periode. En de serie concerten die ze gaf, dat was een groot succes, niet alleen muzikaal gezien, maar ook omdat men in Amerika, in dat gebied, Frida en fantastische, bijna exotische verschijning vonden uit Europa. En sprak een beetje met een accent en ze kon dirigeren en zat het hele orkest onder de knie. Dat was voor de vrouwen daar, was dat ja, een hele belevenis. Dus ze had ook veel groepies. De vrouwen van de society dames, van de comité's die de fundraising deden, die waren allemaal dol op haar. Dus die omringden haar ook en die waren vriendelijk. En ik heb geen leven van onthouding geleid, zei Frida later. Dus ze heeft ook wel, die groepies, ging ze goed mee om, denk ik. Na 7 jaar bij het orkest werd het orkest opgeheven, omdat het Los Angeles Philharmonic, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk reconstruerend, vonden dat er te veel concurrentie was. En ze hebben toen de directie van het Orange County Orkest omgepraat en gezegd, wij komen wel bij jullie spelen, Orange County hoeft niet met dat eigen orkest. En Frida denkt dat er ook, ik weet het niet, maar ze heeft misschien wel gelijk, een soort roddelcampagne op gang is gebracht over haar geaardheid en dat die society dames plotseling preuts werden en zeiden van, nee, dat kan zo niet. Tot haar grote verdriet werd het orkest opgeheven. Toen is ze les gaan geven, pianoles, en had heel veel leerlingen. Een van die leerlingen had een moeder, Bobby Chambers, die kwam bij Frida over de vloer. En Frida over de 60 en Bobby 32 jaar werden verliefd. En Bobby is Frida's levensgezellin tot de Frida overleed. Bobby ruimt haar glitter- en glamour garderobe ook op, Frida ook. En die zegt van, draag weer iets mooi mannelijks. Dus Frida is vanaf dat moment weer in de pakken verschenen en met de stropdassen. En ze was eindelijk gelukkig, zoals ze ook tegen Bobby had verteld, van dat ze in de oorlog, toen ze als man door het leven ging, dat dat voor haar de leukste tijd was. Ook omdat ze van het avontuur hield van de oorlog, ondanks alle situaties en nare toestanden en de angst, vond ze toch prettig omdat ze in die mannenkleren liep. Dat was voor haar heerlijk. Tot het einde van de oorlog heeft ze de mooie mannenpakken gedragen. En tot het eind van de oorlog, tot het eind van haar leven, krijgen we nou zo met de oorlog. Ja, nee, tot het eind van haar leven heeft ze de mannenpakken gedragen. Ik moet zeggen, het eind van de oorlog, zeg ik, omdat in die periode leerde ik haar kennen. En toen heeft ze voor het eerst inderdaad over de oorlog verteld en wat er gebeurd is. Ze stierf op 5 maart 1995 in Santa Fe, New Mexico. In iets mooi mannelijks, denk ik toch ook, hè? En dit is de laatste foto die van haar gemaakt is. Ze was 90 jaar oud. En ik ben blij dat, ondanks het feit dat ze niet zo bekend was toen ik haar ontmoette, eigenlijk helemaal niet bekend, dat nu langzamerhand Frida wel onderdeel uitmaakt van de Nederlandse kanon van verzetsvrouwen. Dus dank je wel voor de aandacht. Tony Bouwmans, dankjewel. Wat een prachtig verhaal. Wat een vrouw die Frida. Och, dat is precies wat we nodig hebben nu in het Nederland van nu. Zo iemand, hè?
die gewoon een pad uitstippelt en dat volgt en het ook gewoon doet. Wat een fantastisch mens. Dank je wel, Tony. Heel mooi verhaal. Voor veel mensen is queer nog een begrip waar ze maar heel af en toe tegenaan lopen. En voor die mensen zou het kunnen lijken op incidenten dat er eens een keer iemand door het leven huppelt die dan queer is. En dezezelfde mensen die dat dan heel af en toe maar meemaken, die scheppen er bijna over op feestjes. Hè, van, ik kwam laatst toch een queer tegen. Ja, echt, ik kwam een queer tegen, man. Maar queer is natuurlijk zo oud als de mensheid zelf en heeft in heel veel culturen gewoon een duidelijke plaats in de samenleving. En het komt echt overal voor, het fenomeen. Het is dus tijd voor een reset in het denken, een college over queer, zodat niemand ooit nog kan zeggen, nou, ik heb echt niet geweten dat die mensen bestonden. Echt, ik heb het niet geweten. De mini-masterclass wordt gegeven door een verhalenverteller voor verbinding en verbeelding. En hij is ook de oprichter van het filmmakerscollectief Transketeers. Zijn werk draait om positieve zichtbaarheid en diversiteit. Gender, identiteit, emancipatie en hoe die allemaal samengaan met humor, veerkracht en authenticiteit. Chris Rijksen. Dankjewel. Leuk om zo aangekondigd te worden. Ik zit bijna in het jeugdjournaal. Oh, sorry. Met liefde. Ik ben dus... Even kijken. Ik ben dus Chris. Ik ben een van de drie transketeers. Even kijken hoor. Ja, die moet ik altijd meenemen, toch nog ergens, ondanks dat zij allebei nu met een kind thuis zitten, met hun eigen kind allebei. Jonah Lamers is producent, Bart Peters in het midden is regisseur en ik ben cameraman. Maar ja, we zijn met z'n drieën, dus als filmmaker moet je toch min of meer alles doen zelf. En ik ben dus eigenlijk ook wel op zoek naar dat vertellen van verhalen, het zichtbaar maken van de diversiteit die er altijd al was, maar gewoon heel lang niet zichtbaar is geweest of onzichtbaar is gemaakt. Dus ik had een gedachte van, waar waren al die queers? Hoe kan het dat de laatste 10 jaar pas al die transgenders opeens ergens vandaan... Weet je wel, hoe kan dat? Ik heb een rekensommetje gemaakt en er is ongeveer 107 miljard mensen op de wereld geleefd, tot nu toe. En ik dacht van, nou, als ze daar nou een beetje conservatieve schatting... 10% is LGBT. 10% is queer. Nou, dat zijn dus 10,7 miljard mensen die niet hetero, niet cis waren. Die gewoon volstrekt niet zichtbaar zijn geweest in die geschiedenis. En sommigen waren helden en sommigen waren gewoon gewone mensen. Maar gewoon überhaupt het vertellen van die verhalen is eigenlijk al interessant genoeg. Want ik denk dat je, als er een moment is dat je niet, dat je ontdekt dat je niet bij de norm past, dat je dan gaat kijken van, maar wie is er dan wel die op mij lijkt? Wie is er dan wel die mij voor is gegaan? In welke voetsporen stap ik? Op welke schouder stap ik? Dus vanuit zo'n soort idee dacht ik van, ik ga 3 verhalen meenemen. Ik heb hier heel veel verhalen, maar dat kan allemaal niet. Dit is het eerste verhaal. Dit is een boek, De Bredase Heldinnen. En ik heb het opgeschreven, want anders dan gaat het veel langer duren dan nodig. Het is 1719 en in Breda is Maria van Antwerpen geboren. Uit een groot gezin, niet zo wel gesteld, dus gaat als tiener werken als dienstmeid. En na het overlijden van haar beide ouders verhuist ze met het gezin mee naar Wageningen, dus ver weg. Maar op een avond, na de kerstviering bij vrienden en familie, is zij te laat thuis bij Wageningen, bij het gezin waar ze werkt. En wordt ze op staande voet ontslagen. Zit je dan alleen in Wageningen, ken je niemand, in de winter. Maar er is een plan. Dit is de zelfgeschreven autobiografie van Maria, dat ga ik later nog... Ze is een plan. Maria schrijft zich in bij het leger, zo kan ze toch nog een baantje hebben. En hoewel ze op dat moment 27 is, neemt ze vanaf dan de identiteit aan van Jan van Ant, geboren in Arnhem.
16 jaar, schrijft ze op. Dus, we hebben nu Jan. Het soldatenleven van Jan is een succes. Het gaat helemaal goed. Jan ziet er blijkbaar knap uit. Dus er kan lustig op losgeflirt worden met iedereen. En Jan vindt zelfs een vriendin, Johanna. Nou, Johanna en Jan die trouwen. Ze gaan naar Drenthe verhuizen. Jan mag met Johanna in een eigen huisje wonen. En wat naast doen, naast het soldatenleven, wordt ook kleermaker. Ze passen een beetje op de kinderen van de legerofficiers. Life's good. Nou, hier heb je wat crossdressende dingen uit de 18e eeuw. Dit is een beetje, de 18e eeuw is niet zo rijk in plaatjes, misschien. De legerdivisie van Jan wordt verplaatst van Drenthe naar Breda. En dat is wel spannend, want daar kent Jan natuurlijk toch wel wat mensen van de tijd als dienstmeid. En oh nee, Jan wordt herkend als Maria door een familie waar hij als dienstmeid gewerkt heeft. Hij wordt gearresteerd en veroordeeld tot verbanning uit Brabant en Limburg, omdat Jan op schandelijke en verfoeilijke wijze de wereld heeft bedrogen door een zo verregaande en onnatuurlijke verandering. Ondertussen hield Johanna, zijn vrouw, vol dat ze nooit geweten had dat Jan een vrouwenlijf had. Nou, dat laat ik even bij jullie. En Jan die moest dus weer als Maria gaan leven. Goed, straf uitgezeten, weer leven als Maria uit Brabant weg. Dus Maria verhuist naar Gouda. Daar ontmoet Maria Cornelia. En Cornelia die kent Maria nog en die kent ook dat hele verhaal van als Jan door het leven. En Cornelia is zwanger. En Cornelia denkt, ja, ik zie een mogelijkheid. Ik ben als alleenstaande vrouw, ben ik zwanger. Die haalt Maria over om weer als man te gaan leven. Zij zien elkaar wel zitten, dus zij trouwen. En Maria wordt Machiel. Dus Machiel gaat trouwen met Cornelia. Gaan ergens wonen, krijgen kinderen. Life's good again. Een beetje gecompliceerd, maar eigenlijk niet. En dan denk je, ja, kan het dan daar eindigen? Gewoon gelukkig gestorven, ingeschreven met kind? Nee, ze zijn een keer op stap in Amsterdam. En daar wordt Machiel herkend. Door iemand die hem uit Gouda kent, verdorie. En wordt dus in Gouda berecht. En komt hier, nou, in die rechtszaal is natuurlijk van alles opgeschreven. Daarom kan ik dat zo lekker vertellen. Machiel wordt keer op keer verhoord. Weet je wel, want relatie met een vrouw, iedereen bedrogen. Er zijn ook nog travestiewetten, al die dingen. Dus wordt aangeklaagd wegens zeer grove en hooggaande falsiteiten. En het bespotten van de goddelijke en menselijke wetten. Maar zo hield Machiel lang vol. Eigenlijk was hij echt een man. Zelfs lichamelijk onderzoek gedaan, uitgevoerd, opgelegd door die rechtbank. En daarna zegt Machiel zelf nog, ik ben in natuur een manspersoon, maar uiterlijk een vrouwspersoon. Nou, dat loopt natuurlijk niet goed af voor Machiel, die dan dus weer moet leven als Maria. Wordt verbannen uit Holland en West-Friesland en sterft later in armoede. Dit is het kerkje waar hij waarschijnlijk zonder naam begraven ligt. En ik wil nog twee dingen laten zien ervan. Het zijn de handtekeningen onder de rechtsdocumenten. Dus Machiel, telkens met Machiel ondertekenen. En pas als laatste, na dat lichamelijk onderzoek, om er een soort van vanaf te zijn, want dit is het laatste ondertekening, als Maria. En iets heel hoopvols. Dit is nu in Breda. Dit is de Bredase heldinne die dus op de muur staat. Maria van Antwerpen, Machiel van Antwerpen. Want het was toen een mediasensatie, het meisje van de Breda. Er zijn allemaal liedjes over geschreven. En Machiel heeft dus ook in die gevangenisstraffen een eigen autobiografie geschreven. Maar we zijn toch weer een beetje kwijtgeraakt. Dus dit is wat er nu nog bij ons leeft. En naast dit verhaal wat ik jullie vertel. Nou, dat is Maria van Antwerpen, Machiel, Jan, je mag drie namen onthouden. Dat is er één. Dan heb ik een ander, ik heb een mini-quiz. Ik weet dat Aldit het net veel groter heeft aangepakt, maar
Kijk goed naar dit beeld en dan heb ik... Ik heb even wat opgenomen, dat is leuk. De vraag van vandaag is dit een vrouw met een baard of is dit Jezus? Is dit een vrouw met een baard of is dit Jezus? Niet zo'n moeilijke vraag, toch? Even handjes, vrouw met de baard. Oké, dan half. En de rest zegt Jezus. Ja, oké. Nou, dan gaan we. Goeie antwoord. Allebei. Afbeeldingen van Jezus worden vaak verward voor vrouwen met een baard. Dat komt omdat Jezus een jurk droeg. Zo is het verhaal van Sint Ontkommen begonnen. Sint Ontkommen werd geboren als prinses. Van haar vader moest ze trouwen, maar zij wilde dat niet. Zij wilde haar leven aan God wijden en non worden. Toen ze God om hulp vroeg, gaf hij haar een grote, volle baard. Nou, toen wilde niemand meer met haar trouwen. Kom hier op, God. Je hebt dus door heel Europa dit soort beelden, die dus ergens Jezus met een jurk zijn geweest. En mensen die zijn er dus op een gegeven moment verward over geraakt van, waarom heeft Jezus een jurk aan? Zal het niet een vrouw met een baard zijn geweest? Nou ja, dus, het is een hele... Want er zijn natuurlijk vrouwen met baarden die geen verhaal hadden ook. Weet je wel, dus er is een soort van samenkomst van verschillende soorten verhalen en verschillende soorten dingen die verklaard moesten worden. En een vrouw met een baard maakt altijd een goede martelaar ook, blijkbaar. Oké. Dan deze krachtpatser. Dit is Violette Morris. Een succesvol atleet, ongeschikt bevonden als boegbeeld voor de vrouwenemancipatie in die tijd en later collaborateur. Als twintiger is Violette ambulancechauffeur voor het Rode Kruis in de Eerste Wereldoorlog bij de slag bij Verdun. Violette had de smaak te pakken en ging competitief racen, want dat was eigenlijk best wel heftig toen. Als een soort van rijdende doodskist werd het ook wel genoemd. En was eigenlijk als atleet ook een enorme powerhouse. Violette deed 24 uur races en had een slogan. Alles wat een man doet, kan Violette ook. Violette had de reputatie van een krachtpatser. Met een 35 centimeter bicep, speerwerpen, discuswerpen, voetbal, waterpolo, boksen, wielrennen, noem maar op. En vanuit dat uniform van de ambulancechauffeurs nam Violette de broek mee. Wat in die tijd officieel verboden was in Frankrijk. Want we zitten in Frankrijk. En pas in 2012 officieel als wet opgeheven, de travestiewet. Ook zo'n wet van Napoleon dus. In 1923 werd Violette nationaal bokskampioen en in 1924 won Violette Olympisch goud voor discuswerpen. In de aanloop naar de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 werd Violette geweigerd door het Olympisch Comité om mee te doen aan de Spelen. Misschien na een incident waar Violette de scheidsrechter sloeg. Maar misschien ook omdat Violette weigerde een broek niet meer te dragen. Weet je, de Fédération Française Sport Féminine was natuurlijk bezig met sporten en promoten onder vrouwen. Want daar werd je zo gezond van en zo. Maar ja, dit was niet helemaal het rolmodel wat ze voor ogen hadden. Violette die klaagde zelfs die federation aan, want die waren gewoon verantwoordelijk voor het ruïneren van haar atletische carrière. Ze verloor de zaak en gooide haar leven om en ging auto-onderdelen verkopen. Datzelfde jaar onderging ze een dubbele borstamputatie om beter in alle cockpits van de auto's te passen. Want racen, dat mocht gelukkig nog steeds. Violette verscheen in mannenkleding, had relaties met vrouwen, onder andere met Josephine Baker en filmster Yvonne de Bray. Maar Violette clashte dus enorm met de feministen en de vrouwenbeweging van die tijd. En ja, dat was dus met dat roken en vloeken en pakken dragen en niet hetero zijn. Dat was allemaal niet zo'n goede mix. En er was ook nog, ja, er was ook gewoon wat geweld. Ze had op een nacht ruzie op de woonboot en Violette die schoot een man neer. Nou, de man overleed. Maar weet je, je moet het een soort van in context zien, want er is natuurlijk niet dat zij de enige... Nee, maar goed, Violette die ligt dus niet helemaal lekker bij de mensen met wie ze eigenlijk
die sportcarrière wil. En het lijkt alsof zij steeds meer verbittert, omdat ze dus afgewezen wordt door die sportwereld. In 1936 wordt ze, en daar wordt vanuit Nazi-Duitsland gretig gebruik van gemaakt. Want in 1936 wordt ze uitgenodigd door Adolf Hitler als eregast op de Olympische Spelen daar. En na de Duitse bezetting van Frankrijk wordt Violet ingelijfd als Nazi-collaborateur. Violet zorgt met kennis van auto's voor reparaties, brandstof en vervoer voor de hooggeplaatste nazi's en Vichy-bestuurders. Violet overleeft de oorlog niet. Ze rijdt in 1944 in een hinderlaag. Nou, dit is nog met High Society. In de vertelling na afloop is vaak teruggekomen dat Violet een genadeloze folteraar was, maar altijd zonder bewijs. En recentere researchers die denken dat Violet ook een gemakkelijke zondebok was. De geperverteerde, verbitterde niet-vrouw. En wat ik zo interessant aan het verhaal van Violet vind, is dat het verhaal vaak wordt verteld als een lesbisch verhaal. En hoewel de liefde inderdaad niet hetero is, zie ik dit verhaal ook heel erg door mijn translens. Iemand die een dubbele mastectomie ondergaat, alleen maar pakken draagt, ruzie schopt bij de vrouwenbeweging. Ik bedoel, mogen het duidelijk zijn dat de vrouwen heel veel ruimte nodig hadden op dat moment en dat niet kregen. Maar Violet is duidelijk iemand die zich presenteert met alles wat een man doet, kan Violet ook. En misschien is het niet zo interessant om te kijken welk label uit onze tijd past bij een leven dat al geweest is. Maar voor het zien van het kader van onze wortels is er wel een andere les te trekken. Dat er niet één claim te leggen is op de geschiedenis. Dat de verschillende emancipatiestrijden die tegelijk gevoerd worden elkaar op een hele lelijke manier in de weg kunnen zitten. Dat is iets waar we volgens mij nog steeds alert op moeten zijn. En natuurlijk dat je, als je autocureur, speerwerper, discuswerper of bokser of profvoetballer wil worden, dat je dat gewoon moet gaan doen. Zeker als daar je talenten liggen. Want ja, wie weet word je wel oorlogsmisdadiger. Oh nee. Dank jullie wel. Chris Rijkse. Dank je wel. Goed verhaal. Weer. Kenden we dit verhaal? Ik niet. Jullie wel? Nee. Weer wat geleerd. Hè? Zomaar. Op een avond in de Rode Hoed. Dank je wel, Chris. Doen jullie meer van dit soort dingen, de transketeers? Ja, toch? We kunnen jullie gewoon googlen en dan kunnen we alles te weten komen wat jullie doen. Top. Goed. De volgende is mijn gast. We gaan samen praten. Gevierd auteur in Paramaribo, die als eerste vrouw, die als eerste de vrouwelijke homoseksualiteit beschreef in de Surinaamse literatuur, dus in de Nederlandse taal. Ik noem een paar titels van haar hand. Vriendinnenvrouwen uit de kast uit 1994. Amba, vrouw van het Surinaamse erf uit 1996. En Waarover we niet moeten praten uit 2007. En haar debuutroman, daar hadden we het al over in de quiz aan het begin, Droomhuid. Met dat sensuele gedicht, weet je nog. Dat is dus ook van haar hand. En ze is nu hier en ik mag met haar praten. Joan Werners. Ga lekker zitten. Even kijken of ze je nou een wire hadden gegeven of dat je met de hand microfoon. Met de hand. Welkom Joan, fijn dat je er bent. Droomhuid. Ja, microfoon van Joan. Ja, die doet het. Hij doet het. Hebben we dat tenminste gehad? Vond je het een leuke avond tot nu toe? Heel bijzonder. Ja? Veel geleerd ook. Noem twee dingen die nieuw waren voor je. Iets meer over Frida. Ik heb het boek gekocht, maar nog niet gelezen. Maar dat ga ik nu zeker doen. Mm-hmm. En het verhaal van Chris. Ja. Heel bijzonder. Heel bijzonder, hè? Ja. En vooral dat cijfer dat je noemde. Van hoeveel er geweest zijn. En we hebben nooit over ze gesproken. Nou, vanaf nu wat anders. Droomhuid, Joan. Laat ik beginnen met het begin. Hoe werd dat ooit ontvangen in Suriname in 87? In Suriname is het
tenminste voor zover mij bekend, positief ontvangen. Ik zou zeggen, ja, er zal uiteraard ook wel kritiek op zijn geweest, maar die heeft mij niet bereikt. Goed zo, selectief luisteren, dat werkt goed. Maar eigenlijk weet je wat ik vraag, hoe valt zo'n verhaal in de cultuur in Suriname nu? Ja, nu. Ik denk, want ik ben een paar jaar niet in Suriname geweest. Ik heb wel wat contacten in Suriname. Hoe het verhaal echt valt, zelfs het boek is ook niet meer te koop. Dus als je bedoelt met het verhaal of bedoel je het in bredere zin? Ik bedoel allebei, maar laten we het hebben over in bredere zin. Ja. Eerlijk gezegd hoor ik verschillende geluiden. Enerzijds dat vrouwen voor hun homoseksualiteit, hun lesbisch zijn uitkomen. En dat ook vele ouders er beter mee omgaan, het accepteren. Ik hoor ook de andere kant. Dus ja, of er een disbalans of balans is, weet ik eerlijk gezegd niet. Daar moet ik eerlijk in zijn. Nou, ik zou willen dat we de tijd hadden om te duiken in hoe dat allemaal zo tot stand is gekomen in Suriname. Gaan we niet doen, want die tijd hebben we niet. Ik wil wel met je vragen, hoe kwam het boek tot stand? Ja. Je debuutboek en meteen dat? Ja. Dat is toch al wat? Ik werd hevig verliefd. Ach. En ik kon die dame niet bereiken. Ik schrijf graag. Dat deed ik al, nou eigenlijk, ik denk vanaf mijn zesde. Als ik mijn familie mag geloven. Gedichtjes voor mijn oma, liedjes. En ik dacht, ja, als ik er niet kan bereiken, dan moet ik er maar schrijven. Mm-hmm. En ik schreef eigenlijk aan mezelf. Ja. Want het kwam niet bij haar terecht. Dat wou op een gegeven moment. Ik weet, heeft ze het gelezen ooit? Nee, toen niet. Nee. Ik bleef maar schrijven, omdat het gevoel was zo intens. En ik had op een gegeven moment zoveel geschreven. En ik liet het aan een nicht van mij zien. En mijn nicht is lesbisch, die is een paar jaar ouder. En ze zegt, Joan, dit moet je niet thuis houden. Dit is een boek. Ik moet naar de uitgeverij. Ach jee, dacht je toen? Dacht ik iets. Ja, ik dacht eigenlijk alleen maar aan die dame. Maar goed. Ja, serieus, het was echt heel heftig. Ik ben toen terechtgekomen bij uitgeverij Vita. Ik denk dat mijn nicht ook tegen me gezegd heeft, je moet naar uitgeverij Vita op de Wittenkade, Rosa Polé. Reclamespot, geeft niks. Bestaat niet meer. Oh. En ik heb contact gezocht. Ze hebben het gelezen, ik werd onmiddellijk uitgenodigd en ze zeiden, we gaan dit uitgeven. Okay. Alleen, er moet wat geschaafd worden. Ja. En nou, zo is het gegaan. We gaan even schaven, ja. Je maakt het jezelf niet makkelijk in hoe je schrijft, want je vermengt gedichten met je proza. Waarom eigenlijk? Ja, waarom? Het gaat vanzelf. Zijn er dingen die je alleen in poëzie kunt vertellen en niet in proza? Ik heb een dichtbundel uitgebracht. En eigenlijk heb ik met name in de periode toen Bouterse de macht overnam. Ik was met de coup in Suriname. Toen heb ik flink wat gedichten geschreven. Eigenlijk alleen maar gedichten. Die zijn nooit uitgegeven. Mensen waren bang, denk ik. Maar die gingen dus daarover? Die gingen over wat er allemaal aan de hand was in Suriname? Ja, 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 ja. Jullie weten het nog, hè? Googelen mensen. De decembermoorden onder andere. En nog alles wat daarvoor en na kwam. Nou, ik was niet zo lang terug in Suriname. Ik had ook mijn paspoort, een Nederlandse paspoort, ingeruild voor het Surinaamse paspoort. Ik dacht, daar moet ik zijn. Want ik had een oom die zei, jullie gaan studeren in het buitenland, maar je komt terug om je land te helpen opbouwen. Dus ik ging terug om mijn land te helpen opbouwen. Maar goed, het liep anders. En op het moment dat de coup werd gepleegd, paste ik op vier kinderen van vrienden die met vakantie op Trinidad zaten. Waar zaten ze? Sorry, ik hoorde Trinidad. Trinidad, ja. Ja, een jongen van 16, 17 jaar, vijf VWO's, zijn zusjes eronder. Een kleintje van een jaar of 10. En ik zei, we blijven allemaal binnen. En het was alsof ik gezegd heb, we gaan buiten spelen.
Dus die jongen die ging ook weg. En dat heeft heel veel met me gedaan toen. Want hij ging met vrienden en de auto ging over de kop. Afijn, zijn ouders hadden net een winkel die geopend zou worden. Die winkel is geplunderd. Anyway, er gebeurde van alles. En ook omdat de oom en tante bij wie ik in huis was... mijn oom was van de NPS. Hij had een behoorlijk hoge functie. En ik... Ja, en mijn tante zei van, dit komt nooit meer goed. Je kunt beter meteen teruggaan. Toen ben ik maar gedichten gaan schrijven... tot het moment dat ik vertrokken ben uit Suriname. Want het allerergste was, en nu je die vraag stelt... ik had getennist, er was een avondklok. En ik ging een brief op de post doen voor mijn toenmalige vriendin... die ik net had ontmoet in Suriname, mijn geliefde dus. En ik kwam bij het postkantoor. Ik sprong uit die auto in mijn korte broek... witte kleding van het tennissen. En er kwam een snotaap van een jaar of 16 met een oezie op me af. Met een oezie? Ja, en die zei, het is avondklok, wat doe je hier? Ik zei, nou, het is 6:02, ik woon hier vlakbij, ik ga die brief nog even op de post doen. En toen moest ik tegen de auto staan, armen omhoog. En toen zei hij van rijden. Toen ben ik naar het huis van een vriendin gereden, was het dichtst bij. Maar toen had ik de schrik zo te pakken... dat ik dacht, ik moet toch echt zo snel mogelijk terug naar Nederland. Ja. En dit zijn dus dingen die je dan in poëzie hebt beschreven. Misschien wel omdat het te moeilijk was om het in proza te... Nou, geen idee. Of kwam het gewoon zo? Het kwam zo. Had je met Droomhuid enigszins het idee of het gevoel dat je pionier was? Nee, ook niet. Dus daar deed je het niet voor? Nee, het was echt die pure... heftige verliefdheid. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Ben je Ilundi nog ooit tegengekomen? Ja. En? Praatje gemaakt. En? Wat gedronken ook een keer. Over literatuur gesproken. Over Droomhuid gesproken? Nou, kort. Ze heeft het gelezen. Oké. Okay. Meer heeft ze er niet over gezegd. Vond ze het mooi? Geen idee. Heeft ze niks over gezegd? Goed. Oké. Okay. Hoofdstuk Ilundi netjes afgerond? Prima. Ja, het is een vraag. Het is een vraag. Oh, je bedoelt Ilundi? Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Helder. Goed. In je eigen jeugd, omdat je dus de pionier bent, hoewel je dat niet wilde zijn, maar je bent het wel. Dus in je eigen jeugd waren er niet boeken over vrouwelijke homoseksuele mensen uit Suriname. Wat las je dan? Of hoe kwam je aan info of aan inspiratie of aan het idee, ik ben niet de enige? Nou, ik was er in mijn vroege jeugd helemaal niet mee bezig, niet bewust. Later heb ik gedacht dat ik verliefd was op mijn docenten Frans. Want ik was een hele brave leerling, maar bij haar sloofde ik me uit. En toen moest ik een keer naar buiten. Was ik heel blij dat ze me bij mijn arm pakte. En later heb ik gedacht van, hé, ik was vast verliefd op haar. Ja. En ook mijn wiskundelerares, ik werkte maar vooruit. En toen zei ze van, ik heb niks meer voor je. Ga maar krijtjes halen bij de directeur. En ik denk dat ik toen ook wel op haar verliefd ben geweest. En ze is goed bevriend met mijn tante, dus ik heb het er wel mogen vertellen. Ah. En we konden erom lachen. Mooi. Ja, heel goed. En wat betreft het lezen, ik was lid van de bibliotheek. En ja, er waren niet zoveel boeken op de kinderafdeling. En ik ging elke zaterdag naar de Biep aan de Gravenstraat, CCS. En ik mocht naar boven, naar de volwassenen. Toen werd gezegd, maar in die hoek mag je niet komen. Ik weet niet wat voor boeken daar waren. De verboden hoek, mensen. De verboden hoek. In een bepaalde hoek mocht ik niet komen. Maar binnen de familie waren er gelukkig heel veel boeken. En ik heb toen De Donkere Kamer... Van Damocles van Frederik Willem Hermans heb ik 3 keer gelezen. Ik vond het zo bijzonder. Voorburg, kende het niet, nooit geweest hier. Maar ook... Anna Blaman, Eenzaam Avontuur en Ruby Fruit Jungle. Maar Rita May Brown, dank je wel. Maar ik was er niet mee bezig. Ik was, dus dat las je gewoon omdat je het mooi vond? Maar ik las eigenlijk alles wat ik maar kon lezen. Ja. En voor de rest was ik heel erg aan het sporten.
moet ook gebeuren. En wat ook moet gebeuren is een... Of moeten, we willen het graag. Want de tijd gaat zo snel voorbij, Joan. Dus we moeten een beetje voortmaken. Kun je een stukje voorlezen uit Droomuit? Niet een hele pagina, niet een hele alinea. Daar heb ik geen tijd. Nou, ze hadden me ingefluisterd dat ik 6 minuten had. Om te lezen? Ja. Dan moeten we minder praten. Het kan, maar dan moeten we minder praten. Dus ik ga mijn best doen. Stukje uit Droomuit. Ja. Het is ochtend. De zoetigheid van jouw lichaam straalt me tegemoet. Mijn mond gaat open en vergaapt zich aan jouw lijf. 4 billen, 2 ruggen, 6 billen, 4 ruggen. Wat een weelde, wat een luxe. Ik zie het dubbel. Vergroot en verklein het diafragma. Het prisma verblindt mijn ogen. De zomerzon lijkt het onmogelijke mogelijk te maken. Ik voel jouw ja groeien. Dit is een SOS. Ik ben benieuwd naar jouw reacties op het openhartige, eerlijke schrijven van mij. Het is voor mij de enige manier om mijn handelen onder controle te houden. Wanneer ik mijn gedachten op papier heb gezet, heb ik het idee dat ik in balans ben en blijf. Nog los van het feit hoe het contact tussen ons zich verder zal ontwikkelen, heb ik heel diep de behoefte jou bij mij doen en laten te betrekken. Ik denk dat het alles te maken heeft met onze eerste ontmoeting. Ik herkende veel van mezelf in jou en toen je met je ogen begon te knipperen, dronk ik in een volle teug je schoonheid op. Ik droom mijn mooiste dromen sinds die laatste dag in mei. Het lijkt oneerlijk te zeggen, maar of ik op dezelfde manier van andere vriendinnen heb gehouden, maar ik geloof dat dit de waarheid is. Uit mijn brieven haal ik kracht, maar soms brengen ze me in een isolement. Ik kan niet stoppen jou te schrijven. Ik word een beetje wereldvreemd. Ik heb vanaf dat ik jou aan het schrijven ben de krant niet meer gelezen. En omdat ik geen televisie heb, weet ik niet wat er de laatste maand in de wereld is gebeurd. Er zijn momenten dat ik me vacuüm verpakt voel. Net cashewnuts, klaar voor transport naar andere werelddelen. Een onbekende bestemming. Even later herontdek ik mijn kracht. Willen zijn wie ik altijd ben geweest, om tenslotte tot de conclusie te komen dat ik besta. Warmer, onzekerder. Jij ligt naast me, neemt me in jouw warme kuiltje tussen je opgetrokken bovenbenen en je schouder. Mijn tepels tintelen, vocht stroomt uit. Je vingers lopen langs mijn billen, alsof je de juiste afmetingen moet weten om ze te kunnen inlijsten. Jouw vingers tekenen een tepel op mijn buik. Jouw mondhoeken krullen op als kroeshaar tot grove krul. Wanneer jouw neus mijn geur ruikt, jouw mond vormt zich als tabaksblaadjes tot sigaar. Vocht stroomt uit langs het puntje van je tong, langs mijn kin omlaag, zoekt lippen zacht en nat. Proeft vocht, drinkt vocht. Mijn sap, mijn nectar stroomt uit mijn lijf als orchade van kokosmelk. Mijn benen enigszins wijd, jouw tong trekt door mijn landschap als een penseel op satijn. Mijn benen zijn op wereldreis. Ik ben niet verzadigd. Wat een verliefdheid. Wat een verliefdheid. Oh, om daar overheen te komen. Even dat andere boek waar veel van ons over hebben gehoord, op zijn minst. Amba, 96. Daar schreef je in: voor de vrouwen die mij de geheimen van hun leven hebben toevertrouwd. Voor de vrouwen die niet wensen van hun seksuele identiteit een geheim te maken. Met genegenheid en groot respect voor alle tantes die met hun gedachten zaten opgesloten. Over wie gaat dit? Over eigenlijk verschillende vrouwen. Amba is de hoofdpersoon. Maar ik heb om dit boek te kunnen schrijven met meerdere oudere dames gesproken. Die heb ik bewust opgezocht. Eén daarvan via Tineke.
Ik weet niet of ze zich het bewust is, maar Tineke zit daar. En ook, even de hand omhoog, dan weten we wie Tineke is. Hi Tineke. Tineke Zumter, ja? De ambassadrice. En in Suriname ben ik heel brutaal naar verzorgingshuizen gegaan. En heb ik zowel met mannen, hetero of homo, wist ik niet, en met vrouwen gesproken. En ook hier in Nederland, naar aanleiding van Droomhuid, vroeg een aantal vrouwen me, wil je mijn verhaal niet opschrijven? Maar ja, ik ben geen broodschrijfster. Ik ben docent, krijg elke maand mijn salaris. Ik kan moeilijk zeggen, jongens, ik kom een weetje niet, of een maandje. Ik ga even een boek schrijven. Dus dat is er helaas niet van gekomen. Maar ik heb wel met heel veel vrouwen uit verschillende disciplines, van hoog tot laag, zeg maar, heb ik gesproken. En zo is AMBA eigenlijk ontstaan. Dus AMBA is al die vrouwen? AMBA is eigenlijk al die vrouwen. En ik hoop dat ik ook 2 minuutjes uit AMBA mag voordragen. Dat mag, heel graag zelfs. Mag dat nu al? Alsjeblieft. Sorry. Kijk naar mijn gezicht. Het is niet glad. Als ik goed nadenk, is mijn gezicht nooit mooi geweest. Mijn moeder vond van wel. En de vrouwen op het erf hebben altijd gezegd dat ik heel erg op mijn moeder lijk. Portret. Ze zijn gek. Ik lijk helemaal niet op mijn moeder. Maar ja, ik ken mijn vader niet. Vroeger moest je alles raden of zelf gaan ontdekken. Daarom gebeurden die dingen. Kijk, er zijn dingen met mijn moeder gebeurd. Er zijn dingen met mij gebeurd. Ze gebeuren nu met mijn dochter. Ik hoop dat mijn dochter, haar dochter, wel over het leven vertelt. Wat er allemaal te koop is. En niet dat de vrouwen hun hele leven in de uitverkoop zijn. Kijk, op een dag voelde ik vocht langs mijn benen stromen. Ik keek naar mijn vingers. Ik zag bloed. Ik ben gaan kijken waar het bloed vandaan kwam. Ik heb mijn moeder geroepen. Ze lachte en ze feliciteerde me. Vanaf vandaag kan je moeder worden. Mannen mogen je niet meer aanraken. Je mag niet alleen zijn met mannen in één huis. Later begreep ik van die mannen dat ze me niet mochten aanraken wanneer ik in mijn periode was. Daarvoor en daarna wel. Zo raakte ik voor het eerst zwanger. Bertha heeft me geholpen om die vrucht af te breken. Ze wilde met een slangetje zeepsop in mijn baarmoeder laten druppelen. Ik was bang dat het slangetje in mijn vagina zou afbreken, maar Bertha was slim. Ze kwam met iets anders. Ze liet me sap van zure oranje met Epsomzout drinken. Direct daarna gaf ze me kokossap met Epsomzout. Ik kreeg baldadige kramp in mijn buik, maar het hielp. Ik was niet meer zwanger. Bertha was boos. Ze had me zo gewaarschuwd voor mannen, zei ze. Ze zei dat ik uitverkoop heb gehouden met mijn lichaam. Ze heeft toen een tijdje niets van zich laten horen. Ze vond dat ik hoereerde. En dat vond mijn moeder van mijn hele leven. En wat ik jullie dan niet wil onthouden, dat vond mijn moeder van mijn hele leven, zegt Bertha. Bertha, weet je wat ze deed? Ze begon met mijn rug te spelen. Ik kreeg kippenvel. Ze raakte mijn armen aan, mijn benen ook. Ik zei dat ze dat niet mocht doen. Ze deed het toch. Ik was niet bang van Bertha. Ik voelde me juist veilig bij haar. Maar ik had niet verwacht dat ze op een dag mijn lichaam zou willen voelen. Ik bleef heel stil liggen. Plotseling voelde ze aan mijn poentje. Mijn God, Bertha, je doet vieze dingen met me. Je mag mijn poentje niet aanraken. Ze luisterde niet. Ze bleef gewoon met mijn ding spelen. Ik klemde mijn benen strak. Ze vroeg me of ik het lekker vond. Ik gaf er geen antwoord. Toen vroeg ze me of ik met haar wilde schuren. Een zonde, zou vrouw Nella zeggen. Mijn benen begonnen te dansen. Er was geen radio aan. En toch dansten mijn benen zonder muziek.
Het was gek hoor. Opeens dacht ik dat ik een beetje dood ging. Ik wilde gillen. Bertha troostte me. Ze zei dat het zo hoorde. Typisch Bertha van me. Ze kwam boven op me liggen met die grote borsten van de melksalonnen waren het. Ik voelde die bobbies. Toen heb ik haar de gang laten gaan. Ze wilde dat ik moest voelen. Eerst durfde ik niet. Maar ze vroeg me het zo lief. Toen heb ik haar natte spons gevoeld. Vanaf die dag ben ik vreselijk van Bertha gaan houden. Prachtig. De boeken Droomhuid en Amba en nog meer werk van Joan Werners. Even omdat je toch meer hebt mogen lezen dan de afspraak was, heb ik nog maar één vraag voor je. Gewoon omdat we nog iemand de kans moeten geklokt? Geven. Ik heb geklokt. Ik ook. Ja? Ik zat binnen de tijd. Je zat binnen de tijd. En toch heb ik nog maar één vraag voor je. Wat zou je aan de jongere generaties queer, zwarte of zwarte vrouwen of vrouwen van kleur. Wat zou je ze willen meegeven? Nou, ik eigenlijk aan alle jonge vrouwen. Ja. Ik heb een nichtje dat lesbisch is. Dat zagen we al toen ze 5 was. Ze is nu 23. En we hebben altijd tegen haar gezegd, net wat mijn oma tegen mij heeft gezegd ooit, het maakt niet uit van wie je houdt, als het maar liefde is. En wat dat betreft wil ik dat herhalen. En ook zeggen, blijf in je kracht, blijf wie je bent. Niemand maakt je kapot, niemand. Dankjewel. En blijf wel schrijven. Een derde leven beginnen, waar we het eerder over hadden vanavond. Je wil het niet weten, maar ik heb de afgelopen week, vanmorgen nog, Michiel van Kempen van de UvA, die mailde me. Ja. Ik heb opeens 3 aanbiedingen. Doen. En mijn eigen werk ligt ook nog, mijn 6e roman. Doen. Doen. Dankjewel. Joan. Ook bedankt. Joan Werners. Ja, ik voel me nu... Ik ben met pensioen. Dus je kunt gewoon schrijven. Gewoon doen, Joan. Gewoon doen. Laat je niet vertellen wat je wel of niet doet in het leven, toch? Daar hadden we het over voor de show begon vandaag. Hebben jullie het nog steeds een beetje naar je zin? Ja. Ik mis persoonlijk wel 1 ding. En gelukkig staat dat nu op het programma. Want zo'n avond is niet compleet als er geen zegen op rust. En niet zomaar zegen. De zegen van onze priesteres. Even opnieuw. De zegen van onze Winti-priesteres Marjan Markelo. Maisa, 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 goro venti maisa. Maisa, 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 goro venti maisa. Pikindenya fa gorong, kombeja gorong, vanaisa. Pikindenya fa gorong, kombeja gorong, vanaisa. Dat is een gezongen hulde aan moeder aarde in het Sranang. Een taal die zich in Suriname heeft ontwikkeld in de tijd toen Nederland nog officieel het voor het zeggen had in Suriname. Die relatie van Suriname en Nederland is al meer dan 400 jaar oud, maar niet eens 300.000 Nederlanders spreken Sranantongo. Maar het is geen verwijt hoor, het is een vaststelling. Ik ben Winti-priesteres en de Winti is de Afrikaanse Surinaamse traditionele religie. Die is opgebouwd uit West-Afrikaanse componenten van de godsbeelden die onze onvrijwillig in Suriname belande voorouders uit Ghana, Togo en Benin, Cameroen, Angola, die hebben ze meegenomen tijdens hun onvrijwillige tocht naar Suriname. En daar is de
wint die spiritualiteit uit ontstaan. Maar waar het vanavond om gaat, is de aardegodin Moeder Aarde, die ik Maïsa genoemd heb. En waarom ben ik hier? Omdat de boodschap van die moedergodin de 100% inclusiviteit waarborgt. De moedergodin in de Winti als hoogste godin accepteert elke vorm van leven en accepteert een ieder zoals je bent. Zoals je mag zijn, zoals je wilt zijn. Vandaar dat ik het belangrijk vind om vanavond Moeder Aarde dank te zeggen voor het leven. Om Moeder Aarde dank te zeggen dat wij op haar mogen leven. Dat we gebruik mogen maken van alle zegeningen van Moeder Aarde. Van alles dat ze ons geeft, van alles dat ze ons schenkt, dat we dankbaar zijn. Maar dat het ook goed is dat wij ons realiseren dat wij als mensen de verantwoordelijkheid hebben om ook voor die aarde te zorgen. De Winti als levensfilosofie is een van de weinige levensfilosofieën op aarde die het vrouwelijk aspect en die balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke krachten centraal stelt. Je mag queer zijn, je mag, ingewikkelde afkortingen ken ze niet hoor. Ik heb zoiets van, je moet maar leven zoals je wil, je moet leven zoals je gelukkig bent en je moet je kunnen profileren op het gebied waar jij goed in bent. Het enige wat we in de Winti vragen is dat je respect hebt voor de natuur. Je hebt respect voor alles wat leeft en je hebt vooral respect voor je eigen levensopvatting en je berokkent niemand schade. De Winti is een van de levensfilosofieën waar als je homo bent, mag je helemaal losgaan in die verering. Je mag helemaal losgaan in het beleven van jezelf. Als je van de vrouwenliefde bent, ga je ook helemaal los. Er is niemand die jou in de Winti zal zeggen van, dat mag niet hoor, dat moet je niet doen. Je moet in de kast. Want in de Winti kennen we het kastprincipe niet, het bestaat niet. En daarom ben ik Moeder Aarde dankbaar. Dat wij vanuit de Winti de mogelijkheid hebben en de mogelijkheid gebruiken om het leven te omarmen. Om elke geaardheid, om elke uiting van het leven te omarmen. Dat wij van elkaar kunnen houden. Laten wij met elkaar in elke familie, in elke community, met elkaar afspreken dat de liefde ons leidmotief is. Dat de liefde voor elkaar, de liefde voor de natuur en de liefde voor alles wat leeft, laat dat ons dragen. Laat de moedergodin Mama Aïsa, zoals ze in de geest en in de natuur van ons allen houdt, laten wij proberen als mensen die inclusiviteit, laat de inclusiviteit in spirituele zin, in Winti zin, laat het geen politiek geklets zijn of een geluid, omdat mensen, zwarte en gekleurde mensen en queer en LGBTQ mensen wil tellen op hun kantoor. Nee, laten wij die hier zijn, inclusiviteit tot ons levensdoel maken. Dat wij een ieder erkennen, een ieder omarmen, een ieder lief hebben en een ieder met respect bejegenen. Laten wij dat als slogan hebben die vanavond hier zijn. Inclusiviteit is werkelijkheid in de liefde en alle aspecten van het leven. Alsjeblieft. Ashe, ashe. Marianne Markelo. Hartelijk dank. Ja. Hartelijk dank. En Mama Aïsa is nog zo'n vrouw die echt onderbelicht is in de geschiedenisboeken. Hè? Dus daar hebben we nu vanavond wat aan gedaan. Zeer bedankt voor deze zegen. Mooie manier vind ik. En jullie dus ook, want ja, zo werkt dat hier vanavond. Mooie manier om mee af te sluiten. Hebben jullie er wat van opgestoken? Was het leuk? Was het fijn om weer hutje mutje naast elkaar te zitten? Dat is nog een beetje wennen, hè? Maar jullie hebben het kranig gedaan. Dank jullie wel voor jullie komst. Ik wil jullie nog even een paar dingen vertellen. Dit was dus de queer editie. Prachtig om te hebben meegemaakt. Vergeet niet dat er nog veel meer historische vrouwen te vinden zijn op de website van F
f-site, F-site. En check ook die ontzettend leuke podcasts die ze daar maken. Die kun je beluisteren via alle bekende kanalen. En natuurlijk ook de website van With Pride, onze partners voor vanavond. Check ze even nou jongens, check ze gewoon. Want samen hebben we deze avond gemaakt. En volgend jaar dan zijn we er dus weer. Met een jubileum uitzending. Jubileum editie. Waarvan we nog niet weten wat het wordt. Maar het wordt heel bijzonder. Hopelijk dan weer met z'n allen samen. Maar hoe dan ook, hij komt. Ik vond het leuk om hier te zijn. Leer dingen. Tot de volgende keer.